Maar eerst gaan we het hebben over de G20-landen. Ja, want die zijn tot op het bot verdeeld als het gaat om het oplossen van klimaatproblematiek. Het grote struikelblok is hoe en vooral wie gaat dat betalen. Om de plooien glad te strijken voor de klimaattop later dit jaar in Azerbeidzjan komen de ministers van Financiën van de G20-landen vandaag bijeen in Brazilië. En daar blikken we op vooruit met onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen. Goedemorgen, Johan. Ja, want wat zit er in het centrum van dit probleem? Nou, we moeten natuurlijk met z'n allen, niet alleen in Nederland, maar de hele wereld, door een energietransitie heen. Ja. En dat kost geld. Sterker nog, dat kost heel erg veel geld. Mm-hmm. En in het akkoord van Parijs zijn daar natuurlijk wel afspraken over gemaakt. Het is natuurlijk evident dat de rijke landen veel meer verantwoordelijk zijn voor de toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer dan de minder rijke landen. Mm-hmm. Dus er is, ja, dat is natuurlijk ook logisch, er is een morele, maar misschien zelfs wel meer dan een morele verplichting. En dat is ook in het akkoord van Parijs zo geregeld. Die rust op die rijke landen om niet alleen hun eigen energietransitie te financieren, maar ook een belangrijke bijdrage te leveren aan het financieren van de energietransitie in de minder rijke landen. Ja. En deze G20, waar overigens, ik heb even nageteld, tot mijn verbazing maar 19 landen aanwezig zullen zijn. Oh. Nou, goed, what's in the name. Maar die vindt plaats in Brazilië. En de Braziliaanse president Lula, ja, dat is een uitgesproken meneer en met zeer uitgesproken opvattingen. Ja. En de voorzitter van zo'n G20, die bepaalt de agenda. Mm-hmm. Dus dat is toch een klein beetje de, laat ik zeggen, ja, dat is het startpunt van deze bijeenkomst. Ja, en welke ideeën leven er zoal over dat financieren van die energietransitie? Ja, het Braziliaans voorzitterschap heeft eigenlijk, laat ik zeggen, vier uitgangspunten geformuleerd. Het eerste is dat wat we noemen de multilaterale ontwikkelingsorganisaties. Dus dan zou je moeten denken aan de Wereldbank plus de regionale versies daarvan, dus de Inter-American Development Bank en de African Development Bank en de Asian Development Bank, die moeten veel meer middelen ter beschikking krijgen om de energietransitie overal in de wereld te faciliteren. Dus dat is één onderdeel. Mm-hmm. Nou, er moet dus geld voor komen. Ja, dat moet natuurlijk toch voor een belangrijk deel komen uit de rijkere landen. Dan moeten de nationale plannen, transitieplannen komen. Nou, daar zijn we in Europa al zeer goed mee bekend. Dan is er een derde hoofdstuk. En daaronder moeten er maatregelen worden genomen die de private sector stimuleert om een bijdrage te leveren. Financieel, maar ook gewoon praktisch gesproken. En dan een vierde element, en ja, dat is in Europa ook heel bekend. Er moeten regels komen op basis waarvan banken gedwongen kunnen worden om klimaatrisico's goed in beeld te brengen, zodat ze die goed beprijzen. En het doel daarvan is dat er in economieën, dat het kapitaal eigenlijk zo wordt aangewend dat het, dat de energietransitie daarmee zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd. Ja, nou kan ik me toch herinneren dat op voorgaande COP klimaatconferenties, Conference of the Parties, dat daar ook wel afspraken zijn gemaakt over klimaattransitiefondsen en rijke landen die gaan betalen voor armere landen. Maar die rijke landen die verzetten zich daar dan nu toch tegen? Nou ja, in zekere zin wel natuurlijk. Wat je natuurlijk in de rijkere landen ziet is, hun eigen energietransitie is heel erg duur. En een ander element is dat de overheidsfinanciën in al die landen, ja, die staat er lang niet overal even florissant voor. Sterker nog, dat is, als je nou bijvoorbeeld naar het IMF kijkt, ja, de stand van de overheidsfinanciën eigenlijk overal in de wereld, dat is een zorg. Ja. Als die landen significante bijdrage zullen gaan leveren aan de energietransitie elders, ja, dan doet dat natuurlijk toch nog weer een extra beroep op die overheidsfinanciën. En dat creëert natuurlijk problemen. Ja. Hoe relevant is het wie er in het Witte Huis komt te zitten? Want in november zijn er verkiezingen, zoals we weten. Ja. Die COP29 die zal worden gehouden iets daarna, in november, in Azerbeidzjan dus. Het maakt nog wel uit, hè, of daar mevrouw Harris zit of meneer Trump. Nou, dat maakt zeker uit. Op heel korte termijn natuurlijk, misschien niet.
Maar we weten natuurlijk dat toen Trump de eerste keer tot president werd gekozen, toen heeft hij de Amerika's deelname aan het akkoord van Parijs opgezegd. Ik wist dat toen niet, maar dat kan kennelijk niet. Je kunt niet van de ene dag op de andere dag weglopen. Dus er is een soort opzegtermijn. Maar die heeft hij in acht genomen. En vervolgens zijn de Amerikanen die zijn verdwenen daar. En toen Biden president werd, heeft hij Amerika direct weer aangesloten. Toen kwam die ook met die uitspraak van America is back. Ik heb Trump nog niet gehoord over, maar misschien heeft hij er wel wat over gezegd hoor, maar ik heb hem nog niet gehoord over die deelname aan het akkoord van Parijs. Ja. Maar het zou natuurlijk zomaar kunnen dat die Amerika er opnieuw uit gaat halen. Dat hij dat opzegt. Dan ontstaat er natuurlijk toch wel een heel moeilijke situatie. Want Amerika is natuurlijk toch een heel super, is eigenlijk de belangrijkste economie in de wereld. En aan heel veel internationale organisaties draagt Amerika in hoge mate financieel bij. Ja. Nou, laten we vandaag dus kijken of ze die plooien kunnen gladstrijken in Brazilië. Dankjewel, onze huiseconoom Han de Jong. Heb je je wel eens afgevraagd of er nog echte verhalen bestaan die zo uit een stripboek kunnen komen? Ik dacht dat er binnen de CIA een mol zat, waardoor hij zijn enige dienst die hij zou kunnen vertrouwen niet meer vertrouwde. Weet je eigenlijk wel waar het graf van Alexander de Grote is? Het is zoek, we weten dus niet waar het is. En of de verloren Hollandse meesters ooit nog worden gevonden. Er is mij ook wel letterlijk gezegd, als je daaraan kunt voldoen, zouden wij je eventueel kunnen helpen om die werken terug te vinden. Bestaan er nog echt grote geheimen die ontrafeld kunnen worden? Een nog niet gevonden kamer met allerlei materiaal, misschien zelfs met teksten en met Geop zelf. Dat zou waanzinnig zijn. Ga mee op zoek en luister naar De Factor Kuifje vanaf 24 juni in je BNR-podcast-app.